afgelopen jaren hebben we gezien dat het beleggen of het investeren in het algemeen enorme risico's met zich meebrengt. En wat zie je heel duidelijk? Dat waardevaste dingen zoals goud, zilver, olie, ook granen, dat die eigenlijk tijdens die crisisperiodes toch in waarde gestegen zijn. In 1998, 1999 heb ik eigenlijk een partij wijnen gekocht. De klassiekers, of de beste klassiekers, Moutot Rothschild, Lafite Rothschild. En ik zocht op een gegeven moment eenzelfde leuk alternatief. Nu, je verkoopt wijnen omdat ze eigenlijk heel duur staan. Herinvesteren in andere wijnen, ja, dat is niet de oplossing. En dan was whisky een interessante opportuniteit, omdat je dan kunt investeren in het basisproduct. Ik investeerde niet in flessen, maar ik investeerde in de vaten. Voor mij is whisky eigenlijk beleven. Het product beleven. En ik heb nu ondertussen 113 Schotlandreizen achter de rug. Ik heb 11.000 single malts geproefd. En ja, waar stopt het? Ik weet het niet. Investeren in whisky, dat is niet zo moeilijk. Dat kun je op verschillende vlakken doen. Dat kun je met groot kapitaal, met klein kapitaal, spielerij, alles kan aan bod komen. Mensen die een dure fles bijhouden en die dat lang genoeg bijhouden, dat zal nooit verminderen in waarde. Integendeel, meestal zal dat stijgen. Zeker in aankoop van vaten, single malt kopen is mooi. En we weten dat na de rijping, dat je een topproduct hebt. En als je het nog wat langer kunt laten liggen, dan blijft het verbeteren, in de meeste gevallen. Je krijgt er een certificaat van. Dat is zo eigenlijk heel eenvoudig. Hier staat op welk vat dat het is. Hoeveel liter whisky erin zit. En dan wordt dat gecontroleerd en wordt dat bijgehouden. En die eigendomsactes, dat zijn eigenlijk uw persoonlijk bezit. Er is eigenlijk maar één tip, hè, als je eigenlijk wilt investeren in vaten whisky. Dat is, werk met professionelen die weten wat dat je koopt, die je kunnen begeleiden in de kwaliteit en de zeldzaamheid. En dan ga je resultaat realiseren. Nu blijken mijn vaten die ik gekocht heb ongeveer een jaar en een half geleden, vandaag op de markt verhandeld worden, 70% hoger als de prijs die ik gekocht heb. De duurste whisky die ik ooit geproefd heb, was €46.750 voor een fles. De duurste dat ik weet te verkopen heb, was al mijn beide €200.000. Ik zou op zich toch iedereen aanraden om een beetje te investeren in whisky. Gelijk op welk niveau, gelijk onder welk budget dat daar valt, maar waarom niet? Het is een mooie, vaste investering. Mensen vragen mij soms, Bob, wat is de beste whisky? Wat vind jij de beste whisky? En dan heb ik maar één antwoord. Ik ga alle dagen gaan slapen met dezelfde vrouw. Laat mij alstublieft een beetje wisselen met mijn whiskies.